4 uur radionieuwsdienst, verzorgd door het ANP. In een vluchthaven aan de Merwede bij Gorkum is vanochtend vroeg een binnenvaartschip met een lading papier en balen katoen in brand gevlogen. Het schip is de grote Merwede-sluis binnengesleept. In de sluis werd de brand onder meer door een blusboot bestreden. De smeulende balen katoen werden van boord gehaald en naar de rand van Gorkum vervoerd, waar ze zonder gevaar voor omwonenden konden worden geblust. Bij de uitslaande brand van vannacht in de Zwarte Markt in Beverwijk is een van de 5 hallen van het marktcomplex in de as gelegd. De schade wordt geraamd op 1 miljoen gulden. Omdat nog niet bekend is wat er in de verwoeste markthal was opgeslagen, kan het schadebedrag nog aanzienlijk hoger uitvallen. De brandweer van Beverwijk houdt rekening met de mogelijkheid dat het vuur is ontstaan door een verdwaalde vuurpijl. De 41-jarige man die in Amsterdam is aangehouden in verband met het doodsteken van een 10-jarige jongen blijkt in België in 1971 te zijn veroordeeld wegens wurging van een prostituee. De man werd toen ter beschikking gesteld van de regering. Vorig jaar keerde hij niet terug van een proefverlof in België. Hij woont sinds een jaar op het adres waar het jongetje gisteravond dood voor de deur werd gevonden. Volgens de Amsterdamse politie kwam het slachtoffer samen met andere vriendjes meer dan eens bij de man op bezoek. De arrestant weigert een verklaring af te leggen. In de Egyptische hoofdstad Cairo is de politie slaags geraakt met moslimfundamentalisten die tegen Israël betoogden. De demonstranten betuigden hun steun met de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. De politie gebruikte de wapenstok om de betoging uiteen te drijven. Nog het weer. De verwachting van het KNMI geldt tot morgen middernacht. Veel bewolking en periode met regen. Morgen later op de dag ook enkele opklaringen. Temperatuur rond 9 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart Vlissingen, IJsselmeer, Zuidwest 7. Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum, Zuidwest 8 Beaufort. Einde van het ANP-bulletin.